3 juni stoppen we met denken in oplossingen en starten we met denken in problemen. Want zodra je weet waarom de doelgroep niet voor jouw merk kiest, weten we wat moeten gaan communiceren om ze wel voor jouw merk te laten kiezen. Problemen zijn dus helemaal niet negatief, ze bieden juist inzicht in de oplossing voor jouw probleem. Nou, in 5 simpele stappen laten we zien hoe je elk communicatieprobleem kunt oplossen. En dus nooit meer tijd en geld investeert in een mogelijke oplossing, maar altijd een campagne ontwikkelt die dé oplossing is voor jouw probleem. Nou, we gebruiken leuke voorbeelden van Bill Clinton, Johan Cruijff, denk aan Genghis Khan, die niet voor niks het grootste rijk ter wereld heeft gesticht. Allemaal omdat ze de problemen die ze tegenkwamen goed wisten op te lossen. Maar ook voorbeelden van reclamecampagnes die hetzelfde hebben gedaan. Succesvolle campagnes die allemaal zijn ontwikkeld vanuit het aanwezige probleem. Nou, wil je ook weten hoe jij betere campagnes kunt maken? Kom dan op 3 juni langs, 11 uur, Theater 2, voor meer inzicht.